Wist je dat je gemiddeld in je leven 150.000 keer droomt? En wist je dat het record zo lang mogelijk wakker blijven staat op 18 dagen, 21 uur en 40 minuten? Ja, dan ga jij maar weer slapen. Jij bent op zoek naar een nieuw bedje voor je dochter. Ja. En hoeveel kinderen heb je? Ik heb nu 2 dochters. En de derde is al op komst, hè? Ja, de derde is op komst, ja. Dus de middelste die gaat nu naar zolder. En de baby schuift door naar de babykamer. En voor mijn dochter ben ik dus echt op zoek naar een nieuw bed en alles. En waar ben je nou op zoek? Waar let je op? Wat ze leuk vindt sowieso. Je kan dat wel sturen. Wat ik ook leuk vind natuurlijk. Want ja, je wil uiteindelijk toch dat ze een leuke kamer hebben. Maar bijvoorbeeld deze hoogslaper, ja, die heeft ook een dubbelfunctie als zo'n hutje wat eronder zit. Ja, met de oudere zus, die is 4, ja, die vindt dat helemaal geweldig. Dan kunnen ze gewoon uren boven spelen. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat je ze ook gewoon leuk op de kamer kan laten spelen. Dat ze gewoon eigenlijk als bed al ook iets leuks hebben. Ja, ja, dus het functioneert dan eigenlijk niet alleen als bed, maar ook echt als een speelobject. Als speel, ja. En ruimte. Want het is natuurlijk ook gewoon, je hebt gelijk wat onder. En anders is het, als het wat lager is, dan staat het toch op de grond. En nu is het gewoon dubbele functie. Waarom vinden kinderen hoogslapers nou zo spannend? De ruimte is natuurlijk gewoon heel erg leuk en spannend om in een hoog bed te slapen. Voor de rest is de ruimte onder het bed heel erg interessant. Je kan daar met een tentdoekje werken zodat je echt een hutje onder het bed krijgt. Opbergruimte of plaats voor een bureautje. Daar kan je heel veel mee en dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. En dan kan ik me voorstellen dat als een kind 2 jaar is, dat je hem dan nog niet in een hoogslaper legt, toch? Wij verkopen heel veel halfhoogslapertjes aan kinderen vanaf 3 jaar. Derde verjaardag gebeurt heel vaak. Voor een echte hoogslaper zie je vaak wel dat kinderen 5 of 6 jaar zijn. Ik zie hier heel veel verschillende dingen. Wat me wel opvalt is, ik heb zelf 2 jonge kinderen. Ja. En die kinderen die willen eigenlijk best wel vaak wat anders. Maar ja, je gaat niet elke keer een nieuw bed kopen. Hoe kan je dat aanpakken? Sommige fabrikanten die hebben een soort doorbouwsysteem waar je begint met een laag bed en dat kan je uitbreiden naar een half hoogslaper of een hoogslaper, een stapelbed. Dus daar kan je al wat in variëren. Voor de rest is het zo dat voornamelijk ook in accessoires, de kleur van de muur, bij meubeltjes, je een heel verschillend thema kan krijgen. Heel veel kinderbedden hebben toch een vrij neutrale uitstraling en juist de inrichting van de kamer bepaalt de sfeer dan. Wat is op dit moment heel erg populair? Wij verkopen heel veel halfhoogslapers aan kinderen vanaf 3 jaar met een tentdoekje eronder, een glijbaantje erbij. Je ziet dat juist de combinatie van slapen en spelen op de kinderkamer gewoon heel belangrijk is. Ja, als ik aan mijn dochter denk, dan denk ik ook, nou, die zou dat geweldig vinden. Echt helemaal een prinsessenbed. Ja.